Welkom, lieve stier. Fijn dat je weer kijkt. Ook heel lief dat je mijn kanaal wilt ondersteunen. En fijn dat je ook actief feedback geeft. Of je mening even geeft of het geresoneerd heeft, ja of nee. Ik waardeer dat enorm. En ik ben erg dankbaar dat mijn kanaal dankzij jullie mag groeien. En ik zal er alles aan doen om jullie zoveel mogelijk proberen tevreden te houden. Door verschillende mooie readings voor jullie te verzorgen. En ook daar waar de behoefte aan ligt. Dus geef vooral die feedback. Daar waar behoefte aan is om daar in tegemoet te komen voor zover dat mogelijk is. Dit is een reading voor de stier, voor oktober, november en december. Dit is een sneak peek, een klein kijkje in de toekomst van wat kunnen wij in die maanden gaan verwachten. Spirits, dit is een spiritueel deck. The Keepers of the Light van Kyle Gray. En we hebben de Mercury kaart. En er staat bij open communicatie, dus het beste is om de komende maanden open te communiceren. Get a weight off your chest, dus gooi de last van je af. Dus gooi dat rugzakje leeg. Speak up with love and be heard. Spreek wel met veel liefde en word gehoord. Want vaak als je iets met liefde brengt, dan krijg je de mensen mee. Dus communicatie is belangrijk. Dat is één. Dan gaan we kijken naar de fluisteringen van de natuur. Wat daar voor een mooi bericht in zit voor onze lieve stier. Voor oktober, november en december. Spirits. Even kijken. Je hebt hogerop. Dus misschien heb je ambitie. We hebben het nummertje 20, dus dat is nummer 2. Kijk gerust als je in de numerologie geïnteresseerd bent wat nummer 2 betekent online. Hogerop, ik ga hem even voor je voorlezen. Even laten zien, een hele mooie roos met een klein meisje erin. Verander van gedachten en gevoelens en bekijk de wereld om je heen eens vanuit een nieuw perspectief. Maak eens een overzicht van wat er aan de hand is. Wanneer je alleen al een standpunt verandert, zul je de hele situatie in een helder licht gaan zien. Een andere koers wordt misschien duidelijk. Je kunt je gaan focussen op wat voor jou het belangrijkste is. Doe bewust een poging om boven de situatie te gaan staan. Als er op dit moment in je leven niets is wat je dwars zit, kijk dan eens of er iets is uit het verleden dat nog niet is opgelost. Gebruik dezelfde manier om er boven te gaan staan met de bedoelingen het te helen. Wanneer je eenmaal de dingen vanuit een ander standpunt kunt gaan zien, zul je het gevoel van vrede in jezelf kunnen ontdekken. En dit is dan een mooi resultaat. Nou, een hele mooie boodschap. Dan gaan we even kijken wat wij op liefdesgebied kunnen verwachten. Dus met de Power of Love deck van Diane Cooper, Spirit voor oktober, november en december voor de stier. Wat mogen wij verwachten? Oké. Onderliggende kaart is trust, oftewel vertrouwen. En er staat bij, you have a strong connection to your soul's loving voice and have faith in your intuition. Je hebt een sterke connectie met je liefdevolle ziel, de stem van je liefdevolle ziel. En heb alle vertrouwen in je intuïtie. Discernment. You are developing the skill to distinguish love from fear and truth from illusion. Jij ontwikkelt
de eigenschap om het verschil, het duidelijke verschil te zien tussen liefde van angst en de waarheid van illusie. En je hebt ook nog humility. En er staat bij, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same, but on different paths. Je hebt je liefdevolle bewustzijn dusdanig ontwikkeld dat je kan zien dat wij allemaal gelijk aan elkaar zijn, maar dat we allemaal verschillende paden aan het bewandelen zijn. Mooie kaarten. Dan gaan we met dit deck even kijken of er wijselijke advies komt van grote mensen zoals Moeder Teresa, de Dalai Lama. Dat soort uitspraken staan hierop. Of je krijgt adviezen of en of van welke stenen of kristallen jou eventueel kunnen bijstaan in de maanden oktober, november en december. Spirit van de stier. Voor oktober, november en december. Wat adviseren jullie? De eerste kaart is de Krishna kaart. Die zal ik zo voorlezen. Het tweede is de witte buffel verhaal. En de derde is Saint Germain. Krishna. Dus geen kristallen voor jullie, maar wat wijsheden van grote mensen. Krishna. Ik ben gezegend met een goede gezondheid, een gevoel van vrede en welzijn. Ik ben heel sterk en voel me rijk. Ik geniet van chanten en musiceren om een gevoel van geluk en liefde te krijgen. Ik ben beroemd en word gerespecteerd en ik ben mooi. In wezen ben ik wijs en weet ik veel. Dus dat zegt heel veel over zelf, over zelfliefde en in je eigen kracht staan. De witte buffalo vrouw. Ik ben één met de natuur. Ik ben afgestemd op de krachten van het universum. Ik heb vrije toegang tot de wijsheid en de kennis van de voorouderen die voor mij op deze aarde waren. Dus dat is een, aan de ene kant het aarde met de natuur, aan de andere kant het in contact staan met het universum en ook met je voorouders. Om die kennis en wijsheid te krijgen. En Saint-Germain, er staat bij, ik gebruik de ervaringen van de lessen die ik heb geleerd om mezelf te verbeteren. Ik zie alles vanuit een hoger perspectief, dankzij de kennis die ik heb verworven. Ik heb een diep begrip van mezelf en hetgeen wat er om mij gebeurt. Oké, nou, prachtige berichten. Nu gaan we kijken wat de maanden oktober, november en december voor ons in petto hebben, lieve stier. Ik doe straks voor iedere maand een legging. Het zijn vrij kleine leggingen, maar het gaat ook hier om een sneak peek. Dus gewoon even een klein kijkje te nemen wat ons te wachten staat. Spirit, wat kunnen wij verwachten voor de stier in de maand oktober? Graag één kaart, dank u. Oké. Je hebt de vijf van zwaarden, de ridder van bekers en de hoge priesteres. Voor november, spirits, voor de stier. Wat kan de stier verwachten in november? Ja, nog eentje als toe. Dank u. Je hebt de zeven van munten op zijn kop. Je hebt de ridder van staven en de vijf van bekers. En dan voor december. Wat mag dan de stier nog verwachten? Ja. En nog één mooie kaart. Dank u. Oh, je hebt er vier.
Ook goed. Je hebt de Justice card, dus de gerechtigheid. Je hebt de Koning van Staven. Je hebt de Zeven van Zwaarden en de Wiel van Fortuin. En onderliggende kaart is de Geliefde. De Schildknaap van Munten en de Negen van Zwaarden. En deze neem ik ook mee. Dat is de Wereldkaart. Oké. Eens even kijken. Wat valt mij op? Nou, je hebt hele grote arcana kaarten liggen. Ik zie... je hebt de wereldkaart. Je hebt de geliefde. Geliefde kan ook voor tweeling staan. Je hebt het wiel van fortuin. Dat is boogschutter. Je hebt de gerechtigheidkaart, dat is de weegschaal. De hoge priesteres, dat staat vaak ook voor vissen. Dus misschien dat je dat zelf hebt of anders de persoon of personen met wie je in contact staat, dat die dat in hun ascendant hebben. Dan gaan we gewoon eens even kijken. Ik zie voor oktober heb je de Vijf van Zwaarden. Je bent bereid om niet op te geven. En om ergens voor te vechten. Dat vechten dat kan zijn op liefdesgebied. Want je hebt hier de Ridder van Bekers. Dus jij geeft niet op en je bent bereid te vechten voor de liefde. Met de hoge priesteres ben je ook erg spiritueel. Dus misschien liefdevolle spirituele berichten. Ik weet niet waarom ik dat nou zo hoor, maar en zie. Misschien, misschien dat je dat gewoon in oktober gaat doen. Ik noem maar iets hoor, misschien ga je wel op Facebook allerlei positieve spirituele quotes plaatsen iedere dag op je site of zoiets. Dat zou goed kunnen. Het kan ook zijn dat je in ieder geval wil vechten voor degene die jou lief is. Misschien wil je de spiritualiteit met gaan delen met anderen. Dat je daar niet meer bang voor bent. Dat je daar bereid voor bent om daar voor te vechten. Waar je voor staat. Waar je in gelooft. Hè? Want ja, er heerst toch nog wel een taboe op. Hier en daar. Dat is even wat ik zie voor oktober. Voor november heb je de Zeven van Munten op zijn kop. Ja, lieve. Nou, bevestiging van mijn lieve poes. Dat was Aurora zo te horen. De Zeven van Munten, als die rechtop is, dan ben je aan het wachten. Wachten voor het fruit wat gaat oosten. Nu wacht jij niet meer, dus jij... Jij wacht niet in november. Jij wil niet meer wachten. Jij wil snelheid. Jij wil actie. Jij wil passie. En met de Vijf van Bekers heb je spijt van iets. Misschien heb je in november spijt van iets omdat je te snel van stapel bent gelopen en niet afgewacht hebt. Niet afgewacht hebt op bijvoorbeeld op werkgebied. Dat je iets te snel van stapel bent gelopen. Dat je te veel hebt gedaan ongevraagd. Misschien niet doordachte dingen gedaan, door de snelheid.
misschien op liefdesgebied bepaalde uitingen gedaan of te snel van stapel gelopen, waardoor de ander bij je weg is gegaan omdat ze dachten van wow, wat komt er op me af? Misschien te klemerig, misschien te snel de liefde verklaard, waardoor het allemaal, ja, dat je gewoon te snel van stapel bent gelopen en de ander die schrikt daarvan. Dan kan het ook zijn op liefdesgebied. Nou, dat eventjes voor november. Voor december zie ik de gerechtigheidkaart. Dus je wil graag balans terug. Dat heb je wel nodig na november. Hè? Want je hebt dan spijt van iets wat je te snel gedaan hebt en niet hebt afgewacht totdat de tijd daar was. Dus jij wil nu in december wil je terug die stabiliteit hebben. Met de koning van staven. Buiten die stabiliteit wil je nog wel de passie behouden die in je zit. En ben je nog altijd wel temperamentvol? Met de zeven van zwaarden kan zijn dat voor jou dat het een persoonlijke les is. Dat jij moet leren en daar ga je met name dan in december aan werken. Dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Want je ziet, hij heeft hier een aantal zwaarden in zijn handen. En die twee die moet hij laten liggen, want dit is gewoon al te veel. Dit kan hij meepakken en dit niet meer. En dus je moet gaan leren doseren en niet je eigen verslikken in te veel willen, te happig zijn, te snel van stapel lopen, waardoor je ja, dingen uit je handen gaat laten vallen of dingen bewust moet laten liggen. Ik denk als je iedere keer twee zwaarden pakt, hè, gedurende een dag, dat je dan verder komt als je aan het werk bent dan dat je denkt, ik pak alles even snel, want dan ga je brokken maken. Ik denk dat dat een les is die jij leert in december, want in november gaat het mis, dan loop jij te snel van stapel, je wacht niet af en dan heb jij daar spijt van. En ja, wat ik zeg, dat kan zowel op het gebied van de liefde zijn, op het werk, waardoor ze je op het matje roepen. Maar misschien ben jij gewoon zo en is dit ook jouw levensles voor de afsluiting van het jaar. Dat je gewoon wat moet matigen en tijd moet nemen om beetje bij beetje te werken, samen te werken, aan de liefde te werken. En dat soort dingen, denk ik. Met het wiel van fortuin in ieder geval word jij ondersteund door het universum. In de zin van, jij ziet hier heel duidelijk wat je fout hebt gedaan in november. Hè, dat je iets te gehaast bent geweest, waardoor je spijt hebt. Nou, in december pak je dat op, want dan ga je dus strijden voor voor dat evenwicht. Waarbij je toch jezelf blijft, want je weet dat je impulsief kunt zijn, passioneel. Dus die karaktertrekken die hou je wel, maar je probeert ze toch een beetje in toom te houden door die balans te zoeken. Waardoor je ook wat minder fouten gaat maken. En omdat je dat goed aanpakt, gaat het wiel voor jou draaien in jouw voordeel. Dus dat betekent dat jij in 2021 een hele mooie start gaat maken. We hebben hier nog meer kaarten. Nou ja, die hele mooie start, die zie je eigenlijk terug met de wereldkaart. De
Dus misschien mag jij een nieuwe start gaan maken, zowel op werkgebied als op liefdesgebied en als op stabiliteit. Werkgebied misschien dat het hier dusdanig misgaat dat je niet meer terug hoeft te komen bij die functie of bij die baas. Dus dat jij uiteindelijk, omdat je daarvan leert wat je fout hebt gedaan, dat je dan een nieuwe start kunt maken in een andere functie. Het kan zijn dat je te hard van stapel loopt met je gevoelens, dat je die meteen uit naar jouw geliefde en dat ze daardoor, dat hij of zij daardoor van je schrikt en jou laat zitten. Maar als je toch laat zien dat je ervan geleerd hebt, dat je wat meer na gaat denken, wat meer na gaat denken, wat meer balans gaat krijgen in jullie connectie, waarbij hij of zij ook een aandeel heeft en niet alleen jij, dat je niet gehaast bent, maar dat je gewoon op je gemak samen met hem of haar een fundament wilt bouwen, dat je ook dat nieuwe begin wordt gegund. Misschien ook op spiritueel vlak, dat je een nieuw begin kunt maken. Hier was jij nog erg strijdlustig. Je had zoiets van, ja, als mensen niet spiritueel zijn of waren, of dat niet van je aan wilden nemen, dan was je bereid om met man en macht en alle kracht te vertellen hoe het zat. En ja, je misschien een beetje op te dringen. En ook met die balans die je dan krijgt in december, waarvan je leert dat ook op spiritueel vlak, dat je een nieuw begin maakt en dat je dus mensen dan wel mee kan krijgen, omdat de mensen zich dan een beetje, moet ik dat zeggen, dat mensen zich dan niet zo onder druk voelen. Dat je, hè, die druk is er dan af, jij wil hiervoor vechten, maar je kan ook ergens passioneel voor zijn. Zonder dat je jezelf opdringt qua spiritualiteit of qua liefde of in je werk. Met de 9 van een zwaarden heb jij geleerd van je lessen. Dus jij zal hier en daar met fouten en met vallen en opstaan zal je wat slapeloze nachten hebben. Maar goed, we hebben buiten al die gedachten, al die zwaarden zijn gedachten. We hebben hier dat uiltje, dus jij krijgt die wijsheid. Maar dat zien we dus ook terug hier in december al. Want anders gaat de wiel ook niet in jouw voordeel draaien. Met de schildknaap van munten, hè, ga jij dus ook, en dan wordt het met name in december, ga jij die stabiliteit zoeken. En ga jij daar ook aan werken. Je zoekt stabiliteit op werkgebied, op financieel gebied, maar ook op liefdesgebied. En de lovers, ja, dan krijg je vanzelf passie. Je krijgt de passie terug op spiritueel gebied. Door jouw passie kan je anderen weten te overtuigen. Door jouw passie worden mensen enthousiast en willen ze graag met je samenwerken. Hetzij in je nieuwe baan, met nieuwe collega's. Hè, dat het gewoon weer heel fijn wordt. Een goede interactie op het werk. En natuurlijk zie je hier ook de passie. En de passie en de wederzijdse aantrekkingskracht in de liefde. Dus een hele positieve reading voor jullie stier. Als je nog graag wat vaker readings van mij wil volgen, dan mag je deze video en dit kanaal liken. Je mag abonneren, zodat je niks meer hoeft te missen. Ik ga als afsluiting ga ik nog orakeldek. Kracht van de aarde ga ik nog een paar kaartjes trekken en de welzijnskaarten nog ter afsluiting. Puur adviserend, dus spirits, wat is jullie advies op deze legging? Het is een mooie legging voor de laatste 3 maanden van het jaar voor de stier. Spirits. Oké.
onderliggende kaart is mijn favoriete plek. En daar staat bij, ik weet dat er plaatsen op aarde zijn die een heel gunstige invloed op mij hebben. Ik stel mij open voor een helende kracht van deze plaatsen. Ze zijn uniek, net zo uniek als ik ben. Nou, dan spreekt dus weer heel duidelijk die spiritualiteit uit, die we al zagen in oktober. Dan heb je hier de vrijheidsbeeld. En daar staat bij, je hebt, ik kan echt mezelf zijn, vrij zijn. Ik heb recht op mijn eigen geluk en mijn eigen standplaats. Ik ben vrij om origineel te zijn. Nou ja, die vrijheid krijg je. Want zoals we hier al zagen, je bent erg passioneel. Je bent heel gedreven. Soms ook een beetje, hoe noemen ze dat? Ik ben even mijn woord kwijt. Temperamentvol, dat zocht ik. Maar omdat je leert jezelf hier in balans te brengen en te temperen, kan jij toch nog gewoon lekker jezelf zijn. En dan voel jij jezelf gewoon vrij. En voel je jezelf ook gewoon lekker jezelf en origineel. Dus dat zie je hierin terug. Dan hebben we het bij Kalmeer. Ook een hele mooie kaart. En daar staat op, ik ben onafhankelijk en succesvol. Ik kan alleen zijn en toch niet eenzaam zijn. Anders zijn kan een bron van kracht zijn. Er is magie in de wereld en die ervaar ik. Dus hier zit ook een stukje zelfverzekerdheid in. Dat is die groei die je doormaakt door stabiliteit te krijgen. En ook een stukje spiritualiteit zit hierin. En dan als laatste de tempels van Nadra, als ik het goed zeg, niet uit te spreken bijna. Ik ben vruchtbaar, kom tot bloei. Ik laat alle remmingen en depressie los. Ik kom in beweging en kies dankbaar. Ik treed naar buiten, groei en wel vol liefde. Nou ja, die groei die zagen we heel duidelijk. Door die groei groei jij zelf ook qua zekerheid en kom jij tot bloei en ben jij vol liefde. Dus dat is een hele mooie kaart. Nou, dan gaan we even als afsluiter nog wat welzijnskaartjes trekken op deze riemen, spirits. Wat moeten wij nog weten? De stier. Oktober, november en december. Dank u. Onderliggende kaart is, ik zie deze dag als een positief nieuw begin. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Nou, dat sluit perfect aan hier in november. Als jij dus een misser maakt en je hebt daar spijt van. Dat je dus altijd opnieuw kan beginnen. Vallen en opstaan noemde ik dan zelf nog. Nou, dat komt echt helemaal tot uiting op dit kaartje. Achter staat, als je gisteren los kunt laten en je kunt focussen op vandaag, kan het vandaag en morgen heel anders zijn dan gisteren. Vandaag en morgen gaan over je energie van nu en die heb je volledig in de hand. Kijk naar de dingen waar je een goed gevoel over hebt en zie hoe alles in je leven een uitstraling van goed gevoel krijgt. En dan de warmte van het zonnetje. Mooie kaart. Dan heb ik nog, ik neem vele besluiten en vervolgens maak ik ze kloppend. Nou, dat is ook een beetje die weg van stabiliteit hier, hè? Je echte werk in dit volmaakt in evenwicht zijnde universum is om voortdurend jouw nieuwe gedachteprikkels af te laten wegen tegen je bestaande overtuigingen en dan te besluiten wat is en wat je nu wilt. Nou, dat is in principe ook die eigen groei die je hierdoor maakt. Hè. Je leert gewoon met vallen en opstaan. Hè, je eigen levenslessen, maar ook je valkuilen leren herkennen. Je zwaktes, waardoor je daar gewoon aan kunt werken.
En als laatste, mijn vreugde is niet afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Dus dat is een stuk zelfvertrouwen, stabiel in je schoenen staan. Je zult nooit afdoende steun vinden als je de goedkeuring van anderen zoekt, want zij verlangen allemaal andere dingen dan jij. Voortdurend zuivere steun van de bron komt vanuit jezelf en die is altijd aanwezig. Dus nooit aan jezelf twijfelen. Prachtige afsluiting van deze reading. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de volgende keer zeker weer gaat kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.